vandaag hebben we dus vanuit Trees for All onze jaarlijkse boomplantdag in Nederland georganiseerd. En dat betekent dat alle donateurs die het afgelopen jaar een groot stuk bos hebben gedoneerd, worden uitgenodigd om een stuk bos te gaan planten. Wij verpompen elk jaar 5 miljoen liter dieselolie. Dus we stoten heel veel CO2 uit. Dus we willen absoluut willen wij een bijdrage leveren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Wat ik nu ook merk is dat op het moment dat je echt zo'n boom in de grond zet, dat je heel aan hun lijve ervaart hoe je een bijdrage kunt leveren. Dat bos wat hier aangelegd wordt is in totaal 12 hectare. Dat betekent dat we hier in totaal 48.000 bomen planten. De relatiegeschenken die we als bedrijf, als directie krijgen, die gaan we ook ombuigen. Dus klanten hoeven ons dit jaar geen flessen wijn te brengen, maar wij gaan daar lekker bomen voor planten. Als je hier aankomt, dat je het hele veld helemaal leeg ziet en nu een uur verder zie je eigenlijk al het begin van een nieuw bos, van een nieuw leven. En dat geeft heel veel moed. Over 50 jaar is dit echt een volwassen bos. En dat betekent dat je een bos eigenlijk altijd aanplant als cadeau aan de volgende generatie. Dit is echt te gek.